Het is net na 7 uur en dat betekent dat de werkdag voor de handhavers hier in Almere is begonnen. We zijn op het hoofdkantoor in het gebouw De Voetnoot in het centrum van Almere. En ik loop deze ochtend mee met Mark en Siegfried en als het goed is zijn die hier aan het werk. Mark, Siegfried? Ja? Wat gaan we doen vandaag? We gaan nu naar de Tussen de Vaarten, Parkweek en Filmweek. En wat gaan jullie doen? Wij gaan nu een pilotproject uitvoeren. We gaan even naar een afvaldumping. Naar een afvaldumping? Ja. Mark, waar gaan we nou precies heen? Nou, we zijn nu in de Filmwijk en we gaan de hotspotlocaties af, waar altijd veel afvaldumpingen zijn. Ik mag nog even de waarneming maken. Maar Siegfried, waarom ligt die zak nou niet gewoon in de prullenbak? Ja, dat weten we niet. Sommige mensen hebben het, leggen het maar hier neer, omdat het gewoon bioafval is. Mais, ja. Het kan gewoon in die bak daar weggegooid worden. En dat moet jij nu doen? Ja, even controleren als er toch nog eventueel een adres erin zit. Siegfried, daar staat een medicijndoosje. 223 en collega gaan aan de deur. Ik zal me even voorstellen. Mark van Enschevuningen. Christian. Goedemorgen. We hebben net afval aangetroffen van u bij de OED. Klopt het dat u die zak daar heeft neergelegd? Nee. Oké. Waarom schrijven jullie nu een boete uit? Omdat er een afval daar aangetroffen is wat niet daar thuis hoort. Het moet in de ondergrondse container. Nou was het een klein zakje, we hebben het zelf gezien. Zou je dan niet gewoon de eerste keer even moeten waarschuwen? Moet je nou meteen een boete uitschrijven? In het begin, toen we bezig waren in 2013, hadden we een periode van waarschuwen. Maar die periode is al afgelopen, dus alles wat we tegenkomen. Als het een kleine zaak, een grote zaak, of noem maar op 20 zakken, wordt gewoon geschreven. En de boodschap is belangrijk. Mensen ook onderwijzen van, dit kan niet. Ja. Daar inderdaad moeten etensresten en hier moet u plastic en drinkkarton doen. Hier plastic, hè? Ja, plastic gewoon. Ja. Kunt u dit dichtmaken. Helemaal dichtmaken. Ja. Dank u wel voor uw medewerking. Ja, bedankt. Ik ben vanuit Stadsvereniging aan het station om een onderzoek in te stellen naar een afvaldumping bij de Colacasiahof in de Parkwijk, de rand van het elektriciteitshuisje. Ja, wij gaan ter plaatse. Nee. Niks? Nee. Danswijk, Filmweek. Waar zoek je nou naar, Siegfried? We zoeken naar een adres hier in het systeem. Dat zijn adressen die opgegeven zijn. Ja, zijn nu aan het kijken of, iemand dit misschien gewoon echt hier neer mocht leggen voor met een afspraak. Met een afspraak, maar niet zo gevonden. Zo te zien niet, nee. Nee, dus het is een... Het is een illegale dumping. Illegale dumping, oké. Oh, maar er zitten ook allemaal maden op. Het stinkt verschrikkelijk, mannen. Hoe kan je dit werk doen? Ja, het went wel op een gegeven moment, maar soms wordt het ook te smerig hoor. Maar juist dit is de reden waarom we zo streng handhaven. Die mensen vervuilen hun hele eigen leefomgeving op deze manier. En je ziet het trekt allemaal ongedierte aan. Ik ga echt even verder weg staan. Gadverdamme. Oh, ik zie de maden lopen. Klopt. Waar zijn jullie nou op zoek? Want dit is echt geen pretje. Ja, adresgegevens. En wat zien we hier, mevrouw? Nou, het is iemand die verhuisd is waarschijnlijk. Maar vergeet te bellen naar de gemeente dat ze het op moeten komen halen. Dat is simpel. En wat vindt u ervan dat mensen dat zo op straat gooien? Ik vind het asociaal. Ze hebben allemaal vuilnisbakken. Ze kunnen het elke week kwijt. Nou zijn er mensen van de handhaving en die komen dan kijken van wie het is. Die gaan het opruimen. Wat vindt u ervan dat dat zo gebeurt? Ik vind het prima dat ze dat doen, maar ze moeten veel vaker komen en veel harder optreden. Maar moeten jullie nou altijd wachten totdat de stadsreiniging het komt ophalen? Klopt. Hoe gaat dat? Ja, klopt. We moeten inderdaad straks een rapport opmaken. En ja, dan moeten we wachten. We moeten zien hoe laat het wordt opgeruimd. En het komt natuurlijk slordig over als jij iemand straks een rekening stuurt van 160 euro. En die zak staat er morgen nog. Moet wel echt opgeruimd zijn. Precies.